Ja, daar zijn we weer met een nieuwe uitzending van Dit is mijn hobby. En zoals je ziet sta ik hier bij het water. Want deze nieuwe aflevering, ja, ik zal het even laten zien, de camera draait met me mee. Daar zit de Oosterplas. En naast die Oosterplas zit een hele leuke hobbyclub verstopt. En dan denk je al gauw natuurlijk bij het water, dat er zal wel een zeilvereniging zijn. Nou, ik kan je vertellen, dat is het niet. Het is wel iets wat te maken heeft met zeilen. Of eigenlijk met boten. Alleen deze bootjes die ze hier hebben, die zijn namelijk heel klein. Ik ben namelijk bij de modelbotenclub Titanic. En het is eigenlijk modelbouw. Dus het zijn kleine bootjes. Het is hier een beetje, ja, we zitten toch bij het water. Dus we hebben hier last van heel veel van die vochtvliegjes. We zijn dus te gast bij de modelbotenclub Titanic. Volwassenen die met bootjes spelen. Dat is toch eigenlijk wel een beetje het vooroordeel dat er altijd is. Maar dit is net als bij de treintjes, bij de andere modelsporenclub. Dit zijn niet zomaar bootjes. Daar zit natuurlijk heel veel techniek achter verschuild. Heel veel elektronica en alles wordt hier, en vooral ook thuis bij de leden zelf, gemaakt. En het leuke is, ze zijn allemaal hier naartoe gekomen, de leden. Ze hebben de bootjes meegenomen en we gaan varen. Dus zou zeggen, ga met me mee. We gaan naar de modelbotenclub Titanic. Ik heb een boot. Ik heb een hele mooie splinternieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt hier in de sloot. En ik ga varen op het kanaal. Het is de allermooiste boot van allemaal. Dan sta ik naast Guus Hafmans van de modelbotenclub Titanic. Guus, vertel me even in het kort wat voor club dit is. Dit is een club van liefhebbers van scheepsmodelbouw. Op dit moment bijna 40 man in totaal. Allemaal dus mensen die thuis scheepsmodellen bouwen. Heel gevarieerd. Ieder bouwt aan zijn eigen schepen. Ja, je zegt het al gelijk. Ieder die thuis zijn eigen model bouwt. Dus, dus de leden bouwen voornamelijk thuis. Wat gebeurt er hier op de club dan? Hier op de club wordt de kennis gedeeld. Scheepsmodelbouw is heel breed. Er komt veel techniek bij kijken. Het vaart allemaal, elektronisch. Stoommachines worden gebouwd. Alleen het bouwen van het model aan zich kan al op heel veel verschillende manieren. Maar roept veel technische vragen op. En niet iedereen heeft alles in huis, dus het is heel goed dan om lid te zijn van een vereniging waar je donderdagavond hier terecht kunt. En zet maar een half afgebouwd model op tafel en vraag maar eens van hoe kan ik dit nou het beste oplossen. En je krijgt 10 adviezen en je pikt daar je het beste uit. Ja, en iedereen wil natuurlijk helpen. Ja, bovendien stimuleert ook om door te gaan. Want het gemiddelde project, 2 jaar, dan ben je een redelijk snelle bouwer. Veel schepen waar toch 4 jaar aan gebouwd wordt. En 4 jaar bouwen, dat betekent toch ook dat je enig doorzettingsvermogen moet hebben. Dus er is niemand die zeg maar een boot koopt, hem hier in de vijver zet en gaat varen. Het is echt, nee. De charme zit hem in het bouwen, in het maken. De charme zit inderdaad in het bouwen. En als het dan eenmaal allemaal functioneert, is het ook leuk om ermee te varen natuurlijk. Maar de meeste tijd en de meeste energie zit ook echt wel in het bouwen van een model. Ja. Kan je mij, maar vooral de kijkers thuis eens uitleggen wat er zo leuk is aan deze, ik mag het wel hobby noemen, hè? Ja, het is echt een hobby waar je heel intensief mee bezig bent. Waar je natuurlijk ook heerlijk bij weg kunt dromen. Want schepen hebben toch altijd iets romantisch en iets stoers en iets avontuurlijks. En de meeste mensen hebben dus ook wel iets met dat maritieme gebeuren. We hebben er diverse schippers bij zitten. Mensen die op zee gevaren hebben. Mensen die in de marine gevaren hebben. Of mensen die altijd gedroomd hebben van ik zou willen gaan varen en het nooit gedaan hebben. Ja, of het lijkt me leuk om een boot te kopen, maar ik kan geen boot kopen. Dan zou ik hier wel iets... Ja.
Inderdaad. Je kunt een model bouwen van een echt schip, exact op dezelfde manier. We hebben een lid gehad, hij is inmiddels overleden, maar hij bouwde de Vlaardingse visserschepen na. En dat deed hij van de werftekeningen. En als er 67 spanten op het echte schip zaten er in zijn model ook 67 spanten. 16.000 klinknagels betekenen in zijn model ook 16.000 klinknagels. Ja, dat is bouwen tot in het ultieme. Dat niveau bereiken er maar weinig. Maar wat je hier toch ook ziet varen, als je hier ziet liggen de taklift 4, ja. Dat is een grote jongen. Er zit heel veel in de haven van Rotterdam bijvoorbeeld tegen. Ja, deze ligt in de haven en werkt over volgens mij de hele wereld. Een schip wat grote takelprojecten doet, waaronder ook het bergen van een gezonken schip. En om daar een model van te maken, daar... Dat kun je niet van een bouwdoos, want die is het simpelweg niet. En hoe lang zijn ze al met dit model bezig, degene die het aan maken? Oh, degene die dit is aan bouwen is zeker al 2 jaar bezig. En vertelde zojuist dat hij nog wel 1,5 jaar te gaan heeft voordat het allemaal klaar is. Tot slot, voordat ik naar de andere leden ga, die wil ik natuurlijk ook eventjes spreken. Hoe kunnen de mensen zich aanmelden om lid te worden? Dat is natuurlijk wel belangrijk voor een club. Zoek onze website op, modelbotenclub. Dan zeg het maar tegen ze. modelbotenclub-titanic.nl. Daarop vind je heel veel informatie over onze vereniging. Daarin vind je ook de mogelijkheden om ons hier te komen bezoeken. We hebben hier een eigen clubhuis en iedere donderdagavond staat de deur open. Kom kennis maken, kom eens een praatje maken, kom eens kijken wat we hier doen. En wie weet, een leuke hobby voor heel veel mensen. Ja, en anders kan je ook altijd natuurlijk mij een mailtje sturen naar info@tv3.nl en dan zorg ik in ieder geval dat ik bij de club terechtkom. En doe dat, want nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom. Dankjewel. Graag gedaan. En dan zie ik hier een heel mooi model staan, Wim. Ja, dat dit klopt. Zijn die en die, hè? De Willemspoort en... De Willemspoort, die heb ik zelf gebouwd. Alleen, ik ben eigenlijk begonnen, omdat er helemaal geen tekeningen of iets van aanwezig is. We hebben zelf hier in de club, via de computer, dus dit droogdok helemaal samengesteld en helemaal compleet opgebouwd. En hoe lang ben je daar dan mee bezig? Nou, met de Willemspoort ben ik al 1,5 jaar bezig. 1,5 jaar. Hij wordt wel heel mooi. Nou ja, het valt niet tegen, nee. Maar het droogdok, daar is nog nooit in Nederland, wel op grotere schaal, maar op deze schaal is er nog nooit een droogdok gemaakt eigenlijk. Dus dit is een uniek exemplaar? Dit is vrij uniek, ja. Voor de hele modelbouw is dit vrij uniek. Even, kan je eens vertellen mij hoe je in de modelbouw terecht bent gekomen? Hoe ging dat? Ik ben een aantal 35 jaar zelfstandig geweest. Dus hebben we dus in totaal geen tijd voor modelbouw heb ik niet gehad. En ik ben nu ruim 3 jaar gepensioneerd. En toen heb ik weer de modelbouw opgepakt. Omdat ik toen ik een jaar of 15, 16 was, heb ik ook modelbouw gedaan. Maar dat was modelvliegtuigen. En nu nog 50 jaar... hebben we dit helemaal compleet opgepakt. En waarom nu dan de boten en niet de vliegtuigen? Nou, omdat ik namelijk een bepaalde ziekte heb. En als ik zo naar boven, naar de lucht sta te kijken, dan raak ik helemaal de oriëntatie kwijt. Dus dan ga ik niet meer boven zoeken, maar dan ga ik het boven op het water zoeken eigenlijk. Dat is mijn handicap eigenlijk. Zo ben je eigenlijk terechtgekomen. Deze rode, ik weet niet of die een naam heeft, Akaso? Nee, dat is een Yorkshireman. Dus dat is een Engelse sleper. Die een aantal jaren dus heel goed gefunctioneerd en die op de dag van vandaag ook nog in Zuid-Amerika, overal in China, nog heel goed functioneert eigenlijk. Hij is nog compleet in bedrijf. Ik zag hem net hier varen. Ja. Hij gaat behoorlijk hard. Hoe kan dat? Nou, hij heeft namelijk 2 schroeven, dus hij is ontzettend krachtig eigenlijk. Dus echt een sleper, een Engelse sleper, die is ontzettend sterk gebouwd. Ook in de stuwkracht, alles kan hij heel goed doen. En wat voor snelheid kan hij dan bereiken? Nou, dat noemen ze dan in knopen, maar dan komt hij op vlot 15, 16 knopen. En dat voor een sleper is vrij hard eigenlijk. Dus een sleepboot goed laten varen,
het is geen speedboot of iets in die geest. Dan moet je een beetje langzaam mee gaan varen eigenlijk. Dat is eigenlijk het mooiste. Je bent nou met deze twee projecten bezig. Willemspoort, hoe lang gaat het nog duren voordat die af is, denk je? Nou, met de Willemspoort, dat denk ik dat ik daar nog een klein jaar mee bezig ben. Want heel de verlichting en alles. Ik ben nu op dit moment bezig met de trapopgangen. Dus normaal op een echt droogdok. Dan moeten de mensen naar boven kunnen lopen. En daar ben ik dus vier trapopgangen voor aan het maken. Dat de mensen dus bovenop het dek kunnen komen. En wat ik had begrepen, is het ook uiteindelijk de bedoeling dat hij kan zakken. Dat er een boot in kan varen en dan hem dus omhoog. Hij is zo gebouwd dat dus deze sleper, Engelse sleper, die moet strak in het droogdok erin kunnen varen. En dan is de kunst eigenlijk, hij zakt ongeveer 12 centimeter af, het droogdok. Daar wordt dus water ingepompt. Er zitten vier segmenten in. Er wordt water ingepompt, dan moet die gaan zakken. Dan komt deze boot eraan, deze Engelse sleper. Die komt ervoor, die gaat erin liggen. En dan ga ik weer dat hele water eruit pompen. En dan komt weer de opwaartse kracht weer naar boven toe. Dat is nog wel een uitdaging in qua techniek. Nou, het is een heel uitdaging. Ja, er zit ontzettend veel elektronica in om het allemaal te kunnen schakelen eigenlijk. Dat is wel vrij uniek. Kan je mensen aanraden om dit ook te doen? Nou, ik kan mensen dus die een beetje meer tijd hebben natuurlijk. Het is ook een wat kostbare hobby eigenlijk. Maar deze hobby is zo, in mijn geval, zo fascinerend. Ja, ik kan hier ontzettend veel tijd in stoppen. Ja, dat klopt. Het is heel positief. Je komt tot rust. Alles, deze hobby heeft alles in zich om dit uit te oefenen. Ja. Dan sta ik hier naast Jan. Jan, jij kan mij vast wel iets vertellen over dit schip. Schip is het, hè? Dit is een sleepboot. En het is eigenlijk een marinesleper geweest in de beginperiode. Die nu momenteel door een clubje in Den Helder ook varend is. Ze doen daar onder andere Sinterklaas mee ophalen en zo. Dus, ik heb het schip zelf gebouwd van de tekeningen, de originele werftekeningen. En omdat ik eens een keer wat anders wilde dan als hout en plastic en zo, heb ik het gedaan. Ja, want het is, van buiten zou je zeggen het is hout, maar als het voelt, het is aluminium? Of? Het zijn aluminium platen waar ik met behulp van gereedschap zeg maar klinknagelkopjes in gemaakt heb. En er zitten tussenin zitten een aantal klinknageltjes in om de platen naar elkaar te zetten. Klinknageltjes van 1 mm doorsnee. En dus aluminium is natuurlijk gekozen vanwege het gewicht, dat het niet zwaar is. Het gewicht, maar ook het gemak om het te verwerken. Dus aluminium is goed buigbaar, dus je kun je dus eigenlijk alle kanten op. Er wordt ook wel met messing gebouwd, maar dan moet je solderen. Daar kun je weinig andere dingen mee doen. En dit is gewoon goed te buigen. Dus, en als je het fout maakt, is het nog terug te buigen ook nog. Ja, dat is natuurlijk een voordeel. Hoe lang ben je met dit bezig geweest, zoals het er nu bij staat? Want... om eerlijk te zijn, met wat tussenpauzes erin, want je bouwt niet aan één stuk door, maar dan is deze boot heb 16 jaar geduurd. 16 jaar? 16 jaar. Het is wel erg veel, maar dat is van het moment dat ik begonnen ben en helemaal uitzoeken hoe ga ik het doen. Ik had geen spantenplan, dus ik had een werftekening met een, dus eigenlijk wat ze noemen het lijnenplan van het schip. Maar het uitslagenplan van platen en zo miste ik, dus ik heb dat allemaal uit moeten vogelen hoe die platen in elkaar zaten. Dus fotowerk op het echte schip. En zoeken, dus de gemiddelde plaat is wel 3 keer gemaakt voordat hij naar mijn zin was. Maar als je hier 16 jaar mee bezig bent, dan zou ik denken dat je... Het heeft dan behoorlijk emotionele waarde dan ook, zo'n schip. Ja, dit bootje wel. Dat moet ik eerlijk zeggen, daar zou ik niet graag afstand van doen. Dat heeft intussen toch wel een... voor mij toch wel een stuk emotie. Mede om het feit dat ik in mijn marineperiode vroeger hier ook nog kolen heb op staan scheppen. Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Want hoe kom je dan bij zo'n hobby als dit? Maar je hebt een achtergrond als marine. Ik heb 6 jaar in de marine gezeten. Dus het is niet de langste tijd. Want het grootste gedeelte van mijn leven heb ik als koelmonteur. En daarna gewoon helemaal in de koude techniek gewerkt. Wat niet allemaal meer met boten te maken had. Maar 6 jaar marine heb ik dan gedaan.
En daar is toch wel een stukje de liefde van, van de schepen aan overgehouden. Hoewel ik nooit echt de grijze vloot gebouwd heb. Ik zoek altijd andere dingen uit. Als je hier nou naar kijkt, denk je dan, nou wauw, gewoon mooi om te kijken? Of krijg je die echte kick pas als je in het water ligt? Om naar te kijken eigenlijk heb ik het meer als dat hij in het water ligt. Als je in het water ligt, dan valt het minder op allemaal wat je gedaan hebt. Dus als ik alleen al inderdaad naar die romp kijk en het idee dat je al die dingetjes erin hebt gemaakt, dat is echt zoveel handwerk. Ja, er zit heel veel handwerk aan en daarom, je bouwt zo'n schip niet echt snel. Je bent er gewoon heel lang mee bezig. Wat is het beste gelukt aan het schip? Er zijn natuurlijk al dingen waarvan je zegt van, nou, dat vind ik echt het mooiste. Ja. Misschien is een mast of vind je dek heel goed. Eigenlijk is dingetjes als die ankerlier en dat soort zaken, die ook met allerlei oude tandwieltjes en zo gemaakt is. Dat zijn dan dingen waarvan ik zeg, dat is goed gelukt. Maar een van mijn belangrijkste zaken is, de romp is goed gelukt. Ja. En dat was een van de punten. Dat is wel heel belangrijk van mijn schip, hè? Krijg je de romp inderdaad goed op in de vorm zoals het schip moet zijn en goed aan elkaar, waterdicht om het zo te zeggen. Dus dat is heel goed gelukt en daar ben ik heel blij om dat gelukt is. Daar ben ik met een volgende schip. En dat is eigenlijk hetzelfde idee. Ik zal het even bijpakken dan voor de camera. Dit is zeg maar het beginsel van het onderstel. Dit wordt ook een sleper, maar met radarkasten aan de zijkant. Dus het wordt een hele grote Rijnsleper in feite. Is iets langer. Ja, hij is deze is dadelijk als hij klaar is 1,65 meter. Dat is een behoorlijk model. Dat is een behoorlijk schip. Dan sta ik naast Rob. Ik mag jou toch wel de elektronica-expert noemen. Ja, hier binnen de club vinden ze me al snel elektronica-expert. Ja. Maar het is leuk en ik kom me heel eind uit de voeten. Dus, ja. Want ik zie hier een, het is een schip, hè? Een schip liggen met heel veel elektronica. Ja. Ja, kan je er wel over vertellen? Nou, dit is een modelboot die een bouwpakket is. Er zitten twee motoren in, een linkse en een rechtse motor, met de regelaars om de snelheid dus te regelen vanaf de zender. Hierboven in het bakje ligt de ontvanger met alle schakelelektronica voor de verlichting die her en der op het model zit. Oké, dit hoort er bovenop, hè? Dit komt hier bovenop te staan. En dan is het mooi afgedekt ook. Dan zie je er verder niks van. Hier komt eigenlijk ook een mooi luik op te liggen. Dan elektronica is helemaal verstopt en dat valt verder niet op. En wat is allemaal aan elektronica op een boot? Natuurlijk de motors om hem aan te drijven. De zender, ontvanger om hem aan te kunnen sturen. Ja. Ik zie lichtjes. Zijn er nog andere dingen die bewegen of die iets gaan doen? Nou, hier zit een radartje op wat nog kan draaien. Ik heb hier met een afstandsbediening op de zender kan ik het gewoon allemaal aan en uitzetten. Alle verlichting kan op afstand aan en uitgezet worden. Het vereist wel dat er een module in de zender ingebouwd wordt, die dus de extra functies mee kan sturen, want het zit standaard niet op een zender opgebouwd. De verlichting in de mast, het kan allemaal aan en uitgezet worden, schijnwerper kan aan. Het gaat allemaal met een extra kanaal op de schakelmodule in in de romp. En wat ik me nou altijd afvraag, wat is de afstand? Dus stel je zou op, we staan hier bij de Oosterplas, hoe ver kan die? Ja, van jou af? Ja, hij kan heel ver. Zo ver dat je hem eigenlijk bijna niet meer kan zien. Dus echt 500 meter tot een kilometer kan je er wel mee varen. Maar dan wordt het al lastig om hem de goede kant op te sturen. Ja. Want dan zie je het gewoon bijna niet meer. En is het niet mogelijk met GPS dat je kan zien waar hij vaart? Of zeg je, daar is het te klein niet, voor? Met dit model niet. Het zal ongetwijfeld kunnen, maar ik heb het hier niet opgebouwd. En ik weet ook niet binnen de club of er mensen zijn die het erop hebben zitten. Maar het zal best kunnen. Als je ziet wat er op die drones allemaal kan tegenwoordig, dan kan dat vast ook op een schip opgezet worden. Ja. Nou, die techniek gaat natuurlijk heel snel. We vinden hier ook veel techniek terug. Heb je dit zelf zo ingebouwd? Ja, die snelheidsregelaars die heb ik zelf gebouwd. De schakelmodule heb ik zelf gebouwd. En eigenlijk is alleen de ontvanger is zo gekocht en de rest is allemaal zelf bouwen. Ja. Ja. En dan lijkt mij het meeste werk, want het is natuurlijk een stukje bouwen, maar ook het programmeren, dat het allemaal werkt onder welk knopje jij wil. Ja, maar dat is op de goede pinnetjes aansluiten, zeg maar, en dan weet je op een gegeven moment welk kanaal bij welk lampje hoort en dan gaat dat verder goed. Wat vind je hier zo leuk aan? Ja, weet ik niet. Ik doe het van jongs af aan. Sinds dat ik een kind ben, soldeer ik al van alles in elkaar en ben altijd ook met
plastic modelbouwvliegtuigjes en bootjes bezig geweest. Dus het zit er van jongens af aan eigenlijk in. Ja, inmiddels staan we binnen in het clubgebouw. Ik sta naast Frans van het archief, hè? Ja, dat klopt. Ja. Vertel eens wat voor archief hebben we hier achter ons. We hebben hier een archief staan van normale schepen dus die gevaren hebben. En ook dus modellen die semischaal zijn, dus zogezegd fantasieschepen staan erin. We hebben op het ogenblik in het archief rond 2200 schepen die dus gearchiveerd zijn. Het archief is ook, laten we zeggen, te bekijken via internet. En van elk schip is er een voorbeeld of een stuk van een tekening gedigitaliseerd. En wanneer dus het archief opent op NBC Titanic 's-Hertogenbosch, dan kan je elk schip wat hier gearchiveerd is, is zichtbaar. En dan hebben we het over de tekeningen bijvoorbeeld van een schip? Tekeningen van een schip. En moet ik dan ook denken aan de echte bouwtekening? Ja, we hebben hier ook echte bouwtekeningen staan van de Oranje, van de Karel Doorman van de marine, onderzeeboten, vrachtschepen. We hebben hier zeilschepen staan. Dus een B-emmer of een draak of noem maar op, alle klassen. Dus, kan je er een laten zien? Want daar ben ik toch wel benieuwd naar. Benieuwd naar. Ja, we kunnen natuurlijk heel lang over lullen, maar ik wil eigenlijk gewoon zo'n tekening zien. als je bijvoorbeeld een kruiser hebt, ja? Dan praat je over de kruisende ruiten. Kijk, er zitten niet een paar tekeningen. Die gebouwd is in, laten we zeggen, 1953 en ontworpen is voor de Tweede Wereldoorlog. Dan, is dit de originele tekening? Dit is de originele tekening. Het is een detailtekening. Zo. Die komt dan ook eigenlijk niet, laten we zeggen, gewoon van een tekentafel af. Maar die komt dus van het ministerie van Defensie. Nou, dat was eigenlijk al gelijk mijn volgende vraag. Want hoe kom je aan deze tekeningen? Ja. Deze tekeningen die komen dus van mensen die geïnteresseerd waren om deze schepen te gaan bouwen. En dan worden ze ergens op zolder neergelegd. En dan later belanden ze toch weer in, laten we zeggen, bij onze modelbotenclub. Want mensen die weten toch wel een weg te vinden dus weer naar ons. In, ook tijdens maritiem, dat we in gesprek komen met die mensen. En dan zeggen ze van, we hebben nog iets op zolder liggen. En dan komen deze tekeningen, die komen tevoorschijn. Maar als ik naar die tekening kijk, hè, dan is eigenlijk, stel ik word lid van jullie club en ik ga mijn eigen boot bouwen. Ja. Dan kan zo'n tekening de basis zijn voor het ontwerp van mijn boot? Ja zeer, zeer zeker. En dan neem ik eigenlijk de tekening over. Als zeg ik wil dit model boot, wil ik gaan bouwen. Dan is de mogelijkheid dus om zelf ook, laten we zeggen, dit schip eigenlijk tot een einde te volbrengen, om te bouwen. En dat kan meestal gebeuren dus met medewerking van alle leden in de club. Want we hebben hier zoveel talent rondlopen in deze club, dat je loopt eigenlijk nooit stuk op een model. Nee. Want als je zegt van, ik weet niets van elektronica, wat voor elektronica gebruikt wordt in een schip. Er is altijd iemand die daar verstand van heeft. Over houtbouw, metaalbouw. Ja, want alles wordt ook bijna zelf gemaakt. Er wordt heel weinig gekocht. Wordt heel weinig gekocht hier. En alles wordt zelf gemaakt, zelf gefabriceerd. We hebben ook mensen die hebben een draaibank thuis staan. Die hebben die maakt zijn eigen schroef, hoor ik al. Ja, eigen schroef. Hier wordt ook lesgegeven om te solderen. Om wat voor lijmen je gebruikt, wat voor schilderwerk je het moet doen. Wat voor verven je moet gebruiken. Al die informatie die loopt hier rond en is ook in onze club. En dus alle expertise in huis. Oh ja, zeker. Ik bedoel, we hebben behoorlijk wat technische mensen rondlopen die wel van de hoed en de rand weten. Ja, en als je twijfelt, vraag je naar Frans of je even het archief kijkt. Er komen nog heel veel tekeningen tevoorschijn. Nou, dat is eigenlijk, want ik probeer hier eigenlijk elke donderdag te zijn. En er gaat dan ook geen donderdag voorbij of die vraag van, Frans, heb je misschien nog een tekening van dat zeilschip of deze sleper en dergelijke. We hebben bijvoorbeeld daar Patrick staan. Die kwam vanavond ook. Die wou eigenlijk niet in beeld, maar helaas. Die kwam niet in beeld, maar die kwam vanavond weer helaas. Aan. Die kwam vanavond weer aan van, Frans, ik heb weer tekeningen. Ja. En ik heb weer tekeningen gevonden. Ik geloof dat ze niet in het archief voorkomen. Maak even kopieën ervan en dan kunnen ze weer in het archief opgenomen worden.
En dan moeten weer kopieën gemaakt worden, moet weer geregistreerd worden, digitaliseren en dan komen ze weer op internet. Nou Guus, ik heb een mooi inkijkje gekregen in jullie club. Ja, wij vonden het heel erg leuk om jullie hier te hebben. Een beetje reclame kunnen maken voor onze club. Kunnen laten zien wat we allemaal doen. Wat we voor de mensen kunnen doen. Nou leuk dat je dat zegt, want aanstaande zondag hebben jullie iets bijzonders, hè? Ja, aanstaande zondag gaan we varen in het Paleiskwartier. Daar hebben we een hele mooie grote vaarvijver. 300 meter lang, 30 meter breed. Daar komen we zelf met onze eigen club. Daar komen ook een aantal bevriende verenigingen. Die komen met hoeveel bootjes zijn jullie dan, hè? Ja, het is altijd een beetje afhankelijk van het weer. Maar als het goed weer is, dan zullen er zeker meer dan 50 schepen te zien zijn. Varend en wel. Dan kunnen jullie een wedstrijdje doen onderling. Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. In het begin van de uitzending gaf je het eigenlijk al een beetje aan. Jullie zijn altijd natuurlijk op zoek ook naar nieuwe leden. Mensen die geïnteresseerd zijn in de hobby, die het leuk vinden om iets te maken. En die waarschijnlijk ook een van de expertise of talent in huis hebben, is altijd handig. Ja. Anders kunnen ze het hier leren. Ja, zeker. Je hoeft het niet in je vingers te hebben, je hoeft het niet te kunnen. Als je geïnteresseerd bent, dan helpen we je graag verder. Ja, absoluut. En dan gewoon even aan naar de site, denk ik. Ja, dat begint met een bezoek aan onze site, modelbotenclub-titanic.nl. En daar is al heel veel te vinden. Dan vind je ook ons adres, dan vind je telefoonnummers. En iedere donderdagavond ben je welkom om eens binnen te lopen en te kijken wat we hier doen. Iedereen mag gewoon binnenlopen? Iedereen mag altijd binnenlopen. Iedereen is altijd welkom. Kijk, nou ja, en ik zou de kijkers in ieder geval willen uitnodigen. Ga aanstaande zondag naar Paleiskwartier en kijk in die mooie grote bak water naar alle bootjes die voorbij komen. En maak een praatje met een van de leden. Hè? Ja, dat kan graag. Gewoon. Ja, zeker. We praten altijd graag over ons hobby. Precies. Nou, ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken naar een nieuwe uitzending van Dit is mijn hobby. En heb jij ook een leuke hobby die je graag wil laten zien aan ons? Laat het dan weten, ook via info@tv73.tv. Tot volgende week. Dag.